Het is natuurlijk in de eerste plaats de taak van de artsen om mensenlevens te redden. En indien dat niet helemaal mogelijk is, om toch minstens de levenskwaliteit van de patiënten te bevorderen. Maar ondanks de inzet van de beste middelen moeten wij op bepaalde momenten de armen kruisen en blijft er ons niets anders over dan de patiënt naar een waardig levenseinde te begeleiden. En het is in deze optiek dat ik pleit voor de mogelijkheid van euthanasie. Euthanasie vormt samen met palliatieve zorg voor mij het recht op waardig sterven. Euthanasie wil zeggen dat de arts bewust levensbeëindigend optreedt op verzoek van zijn patiënt, een uitdrukkelijk weloverwogen en duurzaam verzoek van die patiënt die zich in een medisch uitzichtloze situatie bevindt en die zegt dat zijn lijden ondraaglijk is geworden. U kan een studiekeuze maken, u huwt niet of u blijft vrijgezel. U zal een hetero of een homoseksuele partner kiezen. U doet een beroepskeuze. U gaat misschien gevaarlijke sporten beoefenen. U heeft het recht om zelfs levensreddende behandelingen, zoals bloedtransfusies, te weigeren. En u mag in hongerstaking gaan en uw leven in gevaar brengen. Ik vind dan ook geen enkel valabel argument tegen het zelfbeschikkingsrecht bij de patiënt die tegen het einde van zijn leven aankijkt. Het is dan ook belangrijk dat we op dat moment de mens niet meer gaan betuttelen, maar dat we hem als mondige verklaren. En dat hij dan, wanneer hij misschien voor de zwaarste beslissing van zijn leven staat, in zijn mening, in zijn overtuiging gerespecteerd wordt. Het is namelijk zo dat zowel de rechtsleer als de ethici aanvaarden dat wanneer men extreme pijnstillers toedient in hoge dosissen en dat de dood daaruit voortvloeit, dat het volkomen legaal kan gebeuren. Men aanvaardt dan de dood als een bijwerking van de pijnstilling. Anderzijds, wanneer men een gelijkaardige dosis zou toedienen als arts, wel wetende en het ook zeggende aan de patiënt dat het leven zal verdwijnen, dat hij de dood tegemoet treedt, dan beschouwt men dat dan als een misdaad. En zo komt men dan in de schemerzone terecht, want het verschil tussen extreme pijnstilling en actieve levensbeëindiging is dan zeer, zeer sumier. Men noemt dat soms een flinterdunne grens. En hoe gaat men dan op gerechtelijk pad kunnen onderscheiden welke intentie de arts had bij zijn ingrijp, bij het toedienen van een of andere injectie? Dat is natuurlijk onmogelijk om uit te maken. En daarom dat zowel euthanasie, maar wat ik erg vind, ook levensbeëindiging zonder verzoek van de patiënt gemakkelijk als extreme pijnstilling kan gemaskeerd worden. Voordelen zijn dat euthanasie strafloos kan, in feite, en dat er toch deugdelijke zorgvuldigheidscriteria zijn opgelegd en dat deze ook worden gecontroleerd. Zodoende dat daardoor een deel van de schemerzone verdwijnt. Langs de andere kant is het voor mij problematisch dat men principieel euthanasie, ook indien ze volgens de regels is nageleefd en uitgevoerd, dat ze toch strafbaar kan blijven. En dat geeft dan een probleem met de rechtszekerheid, zowel voor arts als patiënt. Een ander element dat voor mij nadelig is, bestaat erin dat men in dezelfde wettelijke regeling ook de actieve levensbeëindiging zonder verzoek heeft opgenomen. En dat in feite ook hulp bij zelfdoding, bij psychiatrische patiënten, zonder enige lichaamsbedreigende aandoening mogelijk wordt. Ik vind dat dat een beetje te ver gaat. Maar in ieder geval, globaal beschouwd, vind ik de Nederlandse wetgeving een grote stap voorwaarts en vind ik dat ze voor ons een voorbeeldfunctie heeft.